Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Ik ben Sarah en vandaag ga ik jullie laten zien wat ik allemaal meeneem in mijn koffer naar Turkije. Ik ga samen met mijn zusje een weekje naar Marmaris. Super veel zin in. We nemen één grote koffer mee die in het ruim kan samen. En één of twee trolleys qua handbagage. Voor nu ga ik jullie eventjes het in mijn trolley laten zien. Ik zorg er gewoon voor dat in ieder geval de kleding, schoenen, tasjes daarin passen. Dan komt het zeker goed ook als mijn toilet, als ze er nog bij komen. Ik weet namelijk nog niet zeker of ik dat in deze video ga laten zien, want ik ga eigenlijk pas over een aantal dagen. Dus misschien maak ik daar een aparte video van, dat lijkt me ook wel leuk. Waarin ik jullie echt de producten laat zien, van zonbrandcremes tot wat ik meeneem in mijn toilettas. Als je dat leuk lijkt, doe dan alvast een duimpje omhoog en laat het even achter in de reactie. En dan gaan we nu zeg maar even het fashion gedeelte bekijken. Alright, dit is mijn onopgemaakte bed, als in dit is een molton. Het beddengoed zit nu in de was, dus vandaar. Nou, ik zal maar eventjes random gaan beginnen. Allereerst neem ik natuurlijk teenslippers mee. Dat kan echt niet ontbreken en de Havaianas vind ik echt super fijn. Ook neem ik leren sandaaltjes mee. Heel fijn als het warm is om echt leer te dragen, vind ik. En deze lopen ook gewoon heel erg lekker. Dan vind ik het zelf altijd wel heel erg leuk om toch een paar hakken voor 's avonds mee te nemen. En dan kies ik graag voor sleehakken, want dat loopt lekker comfortabel. Dus deze van de Primark vind ik heel erg fijn. En deze binnenkant is ook weer van echt leer, dus dat is wel fijn. En ik doe mijn witte lage All-Stars aan. Dus die kan ik ook gewoon combineren en daar dragen. En ik twijfel nog omdat ik helemaal geen zwarte schoen heb om deze mee te nemen. Maar ik denk dat ik het lekker zo laat. Want anders kan ik altijd die witte All-Stars er onderaan als bruin er niet mooi bij is. Ik neem mijn nieuwe bikini mee van de Hunkemöller. Het is een triangle topje met lekkere neonkleurtjes. En ik neem deze mee van 2 jaar terug van de Hunkemöller. Dit is zo'n bandeau top. Vind ik altijd ook wel heel erg fijn. En die heeft een leuk steentje en die heeft dan ook een bijpassend broekje. Dan neem ik van de Brandy Melville dit jurkje mee met een hele leuke open rug. En die is super kort, maar die vind ik heel fijn voor over een bikini te gooien. Ook een beach cover-up is dit leuke tuniekje. En deze is van de webshop Fashionize. En tot slot in die categorie heb ik nog deze playsuit. En die komt van boohoo.com. Blauw met wit geprint en ook weer een hele open rug. Wordt je lekker bruin. Super soepel stofje, heel makkelijk om over je bikini aan en uit te doen. Dan neem ik mee dit spijkershortje van de H&M. En ook nog deze. Dit is een wat meer high-waisted exemplaar. Die wat strakker zit. Die vind ik leuk voor over in de avond. Ook van de H&M. Dit leuke rokje van de Pull & Bear. Flowy broekje van de H&M. En nog zo één van de H&M. Ik ben echt verslaafd aan deze. Ik heb heel veel aan. En ik heb ook nog dit kantenbroekje. Ik ben altijd een overpacker, jongens. I know. Het kan best zijn dat er ook nog last minute wat verandert. Dus sta niet gek te kijken als ik op vakantie opeens iets aan heb wat ik hier niet heb laten zien. Nou, dan heb ik nog een leuk jurkje voor in de avond. Dat is deze met zo'n cold shoulder detail. Een A-lijn jurkje van de Pull & Bear. Die mijn zusje ook heeft, dus dat is wel heel leuk. Deze top die kan ik zowel in de avond dragen met een leuk broekje eronder. Die heeft hier zo'n hele open split. Maar ook als beach cover-up. En deze komt van de Only of Veromoda. Even kijken. Ja, Only. En dan heb ik voor als ik hem in de avond wil dragen zo'n bandeau erbij van de Primark. Omdat het best wel bloot is. Ik neem altijd aardig wat topjes mee. Want ik heb liever iets te veel dan te weinig. En het neemt weinig ruimte in. Dus ik heb als eerste een witte strakke tanktop en een crèmekleurige tanktop. Gewoon fijne basics. Dan heb ik voor overdag zo'n linnen topje. Omdat dat super fijn zit als het heel warm is. Ik heb twee iets chicere topjes met zijde. Deze is in het zwart. En die heb ik ook in het crème. En verder zijn ze super basic. Dus ze passen overal bij. Echt ideaal. Zwarte crop top. H&M. Dit is tot nu toe allemaal H&M. Alleen die tanktops zijn van de Sting. Die blijven heel lang mooi. Deze is van de H&M met een open rug. Dit hele schattige topje van de Pull & Bear. Met zo'n kruisbandje op de rug. Halter topje Pull & Bear. Een heel fijn basic topje van de H&M. Maar dan weer met net een beetje een speciale open rug. Met hier zo'n bandje. Deze top van Lovies. Met van dat gehaakte hiervoor. En een iets chiquer olijfgroen satijnen topje. Het lijkt bijna een slaaptopje. Maar dat vind ik wel heel leuk om te combineren. Halter top. Pull & Bear. En dan nog een nette zwarte top van Lovies met kant. Verder neem ik deze clips mee van de H&M. En daarmee kun je dus een gewone BH zo laten kruisen. Kan ook aan de voorkant, want hier zit ik ook kleine in. Dus dan kun je haltertopjes dragen zonder dat je je bandjes ziet. En ik neem deze soort van tulband mee. Dat vind ik wel heel erg fijn om met mijn knot mijn haar uit mijn gezicht te houden. Ik neem twee kleine tasjes mee.
deze. En een zwarte. Die vind ik iets leuker voor in de avond. En eentje doe ik gewoon in mijn handbagage erbij. En dan doe ik daar mijn paspoort en belangrijke papieren in. En die andere prop ik hierin. En zo'n clipje vind ik ook altijd wel ideaal. Nou, zoals ik het nu had ingepakt, gaat het natuurlijk niet werken. Dus ik ga het er even uithalen en nu gewoon goed handig inpakken. Zoals ik al zei, maakt het dus niet uit als er nu geen ruimte meer is voor mijn toiletas. Want we delen ook nog gewoon een grote koffer samen. Juist omdat we ook veel zonnebrandcreme en zo mee willen nemen. Dus ja, let daar niet veel op. Maar ik ga het voor nu mijn kleren hier even goed in doen. Want dat komt waarschijnlijk wel hierin. In dit deel wat dicht kan, vind ik het wel heel erg fijn om die schoenen te doen. Tasje. Deze neem ik mee in mijn handbagage. Dus die laat ik er dan even uit. En ik doe aan deze kant ook nog mijn bikini's. En verder doe ik dan hier mijn badhanddoek overheen. En mijn ondergoed ga ik hier stoppen. Dat heb ik nu gewoon nog niet gepakt. Want dat moet ik de komende dagen ook nog dragen natuurlijk. Dan begin ik aan deze kant met de iets zwaardere dingen. Dus dat zijn bijvoorbeeld de spijkerbroekjes en rokjes. En deze dingen die rol ik, want dat bespaart wat ruimte. En dan kreuken ze ook niet. Deze twee basic tops stop ik ook nog eventjes hierbij. Bandeau. Ik heb besloten om dit kantenbroekje en dit topje toch hier te laten. Want deze draag ik ook gewoon heel veel hier. En deze vind ik een beetje overbodig. Voor de vorm stop ik het tasje nu eventjes hier. Tadaa! Zo, de trolley is ingepakt. Hij lijkt zo heel groot welke vorm hou. Maar dit is dus gewoon het handbagageformaat trolley. Hij wel wijder, want je kunt dit openmaken en dan wordt hij dikker, maar dan mag hij niet meer mee natuurlijk. Laat vooral hieronder in de comments even weten wat voor jou echt onmisbaar is als je op vakantie gaat. Ik denk zelf dat ik ook nog een hoedje meeneem, gewoon op mijn hoofd zet, aangezien die heel erg vervormt als je hem in een koffertje propt. En natuurlijk moeten de accessoires nog, dus zonnebrillen, een aantal sieraden. Ja, daar kijk ik ook wel naar uit om dat nog even uit te zoeken. Doe eventjes een duimpje omhoog als je die video leuk vond. En natuurlijk laat het even weten als je dus ook nog dit wil zien. Maar dan van mijn toilettas en mijn make-up. En dan kan ik misschien ook eventjes mijn sieraden, accessoires meenemen. Wat ik nu nog niet heb laten zien. Maar het was zoveel aangevraagd dat ik jullie toch een impressie wilde geven van wat ik meeneem. Wie weet verandert er last minute nog wat. Je weet het maar nooit bij mij. Maar dit is in ieder geval ongeveer wat ik meeneem. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doei doei!